Welkom bij de 23.3 Biocast en die gaat over fotosynthese. En fotosynthese is niet anders dan lichtenergie omzetten in chemische energie. En dat gebeurt in de chloroplasten. Hier zie je zo'n chloroplast en die heeft een binnen- en een buitenmembraan. Daar zit ook nog een ruimte tussen. Dus binnen- en het buitenmembraan. Hij heeft zijn eigen DNA, kan zich ook zelf delen. Hier zie je een telakoïd. Dus nog een membraanruimte. En hij heeft zijn eigen ribosomen, maakt natuurlijk ook zijn eigen eiwitten die nodig zijn. En die zullen we dadelijk tegenkomen bij de fotosynthese. Hier heb je zo'n stapeltje van die telakoïden. Dat wordt een granum genoemd, meervoud grana. En tussen die telakoïden zit het stroma, dus het grondplasma. En dit is het lumen van een telakoïd. Dus er zijn verschillende compartimenten. En die zijn ook weer nodig om gradiënten te kunnen maken. BINAS 69A. Je ziet hier een chloroplast. En links zie je de lichtreactie. En rechts zie je de Calvin-cyclus. We gaan ze allebei bekijken één voor één. We beginnen met een lichtreactie. De lichtreactie begint met licht, meestal van de zon, wat terechtkomt. En dat zorgt ervoor dat water gesplitst wordt in zuurstof en H+ ionen. Het zorgt er ook voor dat NADP+ NADPH wordt en H+ ionen die vrijkomen. Hetzelfde ADP, adenosine difosfaat en anorganische fosfor, die worden omgezet in ATP. En die twee dingen zijn nodig om de Kelvincyclus te laten draaien. De Kelvincyclus die zorgt er weer voor dat de NADP+ en ADP en anorganische fosfaat worden geregenereerd. Maar die zorgt er ook voor dat er koolstof in de vorm van koolstofdioxide wordt vastgelegd in C3-suikers. En dat is fotosynthese. Dus de lichtreactie, die gaan we eens eventjes nauwkeuriger bekijken. Want die is wel wat ingewikkelder dan dat je net gezien hebt. En het heeft ermee te maken dat elektronen een hogere energiewaarde krijgen. We zien hier twee elektronen die vrijgekomen zijn bij de splitsing van water. Licht slaat in en fotosysteem 2. Het begint bij fotosysteem 2. En dat komt omdat hij nou eenmaal ontdekt is nadat fotosysteem 1 ontdekt was. Dus het begint een beetje onlogisch bij fotosysteem 2. P680... Die wordt door dat licht aangeslagen en die brengt een elektron op een hoger energieniveau. En dat betekent die fotosysteem 2, die P680, is het meest elektronegatiefste element op aarde. Dus die wil graag die elektronen die gesplitst zijn, bij die splitsing vrijgekomen zijn van water, opnemen. Dus die neemt ze op. En die elektronen die in dat hogere energieniveau staan, worden doorgegeven. Onderwijl komt nog ATP vrij. En fotosysteem 1 heeft ook licht gekregen en heeft ook twee elektronen op een hoger energieniveau gebracht. Die van fotosysteem 2 vervangen daar die van fotosysteem 1. En de elektronen die in het hogere niveau waren, die worden weer doorgegeven en verliezen elke keer wat energie. En die zorgen ervoor dat er NADPH gemaakt wordt. Dat ziet er eigenlijk zo uit. Een foton, dus een lichtdeeltje, komt terecht op dat fotosysteem 2. En een elektron in een hoger energieniveau wordt doorgegeven naar beneden toe. Drijft daarvoor een ATP-pomp aan. En fotosysteem 2... Dus de ATP is gemaakt daarbij, fotosysteem 2-1. Daar valt ook een foton op en weer een elektron in een hoger energieniveau. En die gaat weer naar beneden en maakt NADPH. Goed, we gaan kijken naar wat er gebeurt in zo'n telakoïd. We gaan hem uitvergroten. En hier zie je hem in BINAS staan. En ik heb er even wat dingen weggehaald om het wat overzichtelijker te maken. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Licht valt in. Er komen twee elektronen vrij.
een halve O2, die zoekt nog een halve O2 en samen volgt die een zuurstofmolecuul. Er komen 2H+ ionen vrij, dus er gaat natuurlijk een concentratiegradiënt van die H+ ionen ontstaan. Het wordt zuurder in het lumen. Die twee elektronen komen bij fotosysteem 2 en die wordt doorgegeven aan die eiwitten. En hier drijft dat doorgeven van die elektronen drijft een protonenpomp aan. Dus een H+je uit het stroma wordt in het lumen van het telecoïd gepompt. Dus de concentratiegradiënt van H+jes wordt groter. Concentratie is groter in het lumen. Weer wordt die doorgegeven. Er komt een tweede lichtstraal aan, een tweede foton. En die brengt twee elektronen in een hoger energieniveau, geeft hem daardoor. Die van fotosysteem 2 worden gelijk vervangen. Dus die heeft weer het juiste aantal elektronen. En die andere twee elektronen worden weer doorgegeven. En die zorgen hiervoor dat NADPH gemaakt wordt. Dus we hebben een NADPH. Nu hebben we nog dat concentratiegradiënt van de H+-ion in het lumen van het telecoïd. Zo'n H+-je gaat door een pomp heen en die drijft die pomp aan. En die zorgt ervoor dat een ADP'tje en een anorganische fosfor aan elkaar gekoppeld worden. En dat wordt een hoge energiemolecuul, een ATP. Dit is de lichtreactie. We hebben ATP en NADPH. Dit is lineair. Er is ook nog een cyclische fotofosforylering. En die komt eigenlijk voor, ik weet nog niet precies waarvoor dat is, maar die komt voor als een plant heel veel zonlicht heeft en niet goed kan fotosynthetiseren. Die kan zich op een bepaalde manier daarmee beschermen. Nou, kijk even wat er gebeurt. Hij begint namelijk bij fotosysteem 1. Fotosysteem 2 heeft er niet mee te maken. Een elektron wordt doorgegeven, wordt ook weer doorgegeven naar ferrodoxine. En in plaats van dat hij dan naar NADP-reductase gaat, waardoor NADPH gemaakt kan worden, gaat hij weer terug en hij gaat naar cytochroom BF. En daar drijft hij die protonenpomp aan. Die zorgt er dus voor dat er een H+je naar binnen gaat. Het elektron wordt weer doorgegeven en neemt zijn plaats weer in fotosysteem 1. Je zou zeggen dat er niets gebeurd is. Nou, er is wel wat gebeurd. We hebben namelijk een H+ gradiënt gekregen. En dat H+je drijft de protonenpomp aan. En daarmee wordt er wel een ATP gemaakt. Dus cyclische fotofosforylering. Geen NADPH, maar wel ATP. Oké, we hebben nu wel genoeg gekeken naar de lichtreactie. We gaan de Calvin-cyclus bekijken. Dus CO2, waar een C3-suiker van gemaakt wordt. Je ziet dat van die C3-suiker ook glucose, aminozuren, vetzuren en polysacchariden gemaakt kunnen worden. Maar daarover straks meer. Hier zie je hoe dat gaat. Je ziet daar dingen ingaan. 6 CO2'tjes zie je erin gaan. Ribulose difosfaat, carboxylase, afgekort Rubisco. Het meest voorkomende eiwit op aarde volgens mij. En die speelt een belangrijke rol, want die zorgt ervoor dat koolstof gefixeerd wordt, vastgelegd wordt. En het is dan anorganisch, CO2, en die wordt vastgelegd in organische koolstofmoleculen. Je ziet dat die ribulose 1,5-fosfaat, dat die zich bindt aan die CO2, dat die zich dan weer splitst. En jullie opdracht is om met behulp van BINAS straks te kijken hoeveel moleculen je hebt van elk en waar de NADPH en de ATP nodig zijn. Daarvoor heb je zo'n werkblad gekregen en daar ga je de namen invullen. Je hebt ook drie fases: fixatie, koolstoffixatie, reductie. Fase en de regeneratiefase. Nou, die mag je straks invullen. Wij gaan ondertussen kijken naar een blad. Een blad, daarin zitten huidmondjes.
Die huidmondjes kunnen open en dicht gaan en die zorgen dan dat er wel of geen transpiratie plaatsvindt. Dat er dus wel zuurstof naar buiten kan en wel koolstofdioxide naar binnen of juist niet. In dit geval zijn ze dicht. Dit is een huidmondje wat open is. Je ziet dat daar bladgroenkorrels in zitten. Die chloroplasten zijn vreemd genoeg hier rood gekleurd. En hier hebben we een doorsnede van een blad. Dat bruinachtige is een waslaagje, de cuticula. En dit zijn de opperhuidcellen, de epidermiscellen. Nou, hoef je niet uit je hoofd te kennen, want in bina's kun je ze vinden. Dit is het dekweefsel, bestaat uit de cuticula en de epidermiscel. Nou, Nederlandse woorden, waslaag en de opperhuid. Dit is een palissade parenchymcel. Je ziet die rondjes erin, de lichtgroene rondjes. Hij heeft dus veel chloroplasten. Dit is een andere doorsnede van het parenchym te vinden in je bina's. En dit is het sponsenparenchym. Het sponsenparenchym heeft veel minder platgroenkorrels, dus je hebt dan een idee waar de fotosynthese het meeste plaatsvindt. Dit zijn houtcellen van een nerf. En dit zijn de bastcellen. Dus dat zijn de vaten die de vloeistoffen vervoeren door het blad. Daaromheen de ronde maakt de nerf compleet. Dit is een huidmondje wat je net van de buitenkant zag. Zie je nu een doorsnede. En dit is de intercellulaire ruimte. Daar zitten dus gassen in. Waterdamp gaat er door naar buiten. Koolstofdioxide kan naar binnen diffunderen, kan gebruikt worden wanneer er zuurstof geproduceerd wordt, diffundeert dat ook weer door het huidmondje naar buiten. Er zijn bepaalde golflengtes nodig voor fotosynthese. Je ziet het zichtbare licht. En waarom is nou zo'n pigment, zo'n chlorofiel, is die groen als je ernaar kijkt? Heel simpel, hij neemt alle andere kleuren op en groen weerkaatst die. Dus je ziet dat die chlorofyllen dus aan beide kanten van het zichtbare spectrum het licht gebruiken. Dit is het licht wat gebruikt wordt voor fotosynthese en het is dus zo groen omdat je in het midden een dipje hebt. Hoe weten we dat nou? Dit is een experiment van Engelman. Die had een draadalg. En daar zitten dus de chloroplasten in, die zie je daar dat zigzagje zitten. En hij nam een prisma en een prisma kan wit licht breken in alle verschillende kleuren. Hij had die draadalg in een ruimte waar aerobe bacteriën waren. Dus dat zijn bacteriën die zuurstof gebruiken, die zoeken dus de meeste zuurstof op. Hij liet die verschillende kleuren licht vallen op die draadalg en hij keek waar de meeste bacteriën zaten. Zowel rechts als links dus. Hier is een grafiek en die gaat over zuurstofopname en afgifte. Want planten die dissimuleren ook, die respireren, ze gebruiken zuurstof. Maar ze maken het ook. En op dit punt, bij de nul, daar wordt er geen zuurstof gemaakt, geen koolstofdioxide opgenomen, geen koolstofdioxide afgegeven. En dit is het dissimulatiemaximum. Dus een plant in het stikkerdonker zal niet meer dissimuleren, dus niet meer koolstofdioxide afgeven dan de rode lijn. Omgekeerd kan die ook nooit meer maken dan de groene lijn. Nou, en dadelijk nog eens kijken in je boek of er mogelijkheden zijn om toch meer te maken. Maar dit is bij deze omstandigheden het maximum. De lichtintensiteit neemt van links naar rechts toe. Het begint dus met een plant die alleen maar dissimuleert en op een gegeven moment gaat die koolstofdioxide opnemen en zuurstof produceren. En het punt waar dat gaat gebeuren is hier, dat is het compensatiepunt. Op een gegeven moment kun je wel meer licht geven, maar gaat die niet meer fotosynthetiseren. Dat betekent dus dat een andere factor beperkend is geworden. Dit was de 23.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.